Chile vraagt wat voor bewoner bij welke groep het beste past om een interview te gaan doen voor de audiotour. Wat voor bewoner zou jij een interview willen doen? Nou, juist wel graag een bewoner waar ook wel echt iets mis is gegaan. Graag. He, zodat ik daar ook echt het verhaal kan horen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd naar hoe de mensen het ervaren hebben. En hoe kan zo'n audiotour en de interviews met de bewoners, hoe kan dat helpen om dat gevoel weg te halen dat er soms is in de wijk van overlast? Nou, in ieder geval doordat je, denk ik, eindelijk een keer hebt dat er naar gevraagd wordt, denk ik. Hè? Dat je je verhaal kwijt kan en dat je er niet zelf alleen maar mee loopt. En dat je misschien zelf ook als bewoner mee kan denken over oplossingen. Ja, en want we gaan het juist hebben over een gemeenschappelijk iets, zoals kattenkwaad. Mm-hmm. Wat is voor jou kattenkwaad? Kattenkwaad is eigenlijk net als dat ik altijd aan de leerlingen uitleg, het verschil tussen pest en plagen. Hè, plagen is nog gewoon dat mensen er ook wel aan kunnen lachen. Zeggen van ja, dat is eigenlijk wel grappig nog. Maar anders wordt het iets waar je niet tegen kan, waar je last van hebt. Waar je over moet praten met anderen in een negatieve zin. Hè, dat je het gevoel van, ik moet het verwerken, zeg maar. Dan is het... Dat wij dus het over kattenkwaad gaan hebben met de bewoners. Hoe kan dat de situatie verlichten, zeg maar? Hoe kan het de overlast verlichten door het over kattenkwaad te hebben? Hoe dat kan? Daar moet ik over nadenken. Hoe kan het kattenkwaad verlichten door het erover te hebben, zeg je? Nou, ik stel het verkeerd. Slechte interview. Ja. We kiezen het onderwerp kattenkwaad. Uh-huh. Omdat het een gemeenschappelijk onderwerp is. Het is iets wat mensen hebben meegemaakt. Ja. Hoe kan dat helpen in dit geval om mensen bij elkaar te brengen en dat stukje overlast, gevoel voor overlast, om dat te verlichten? Omdat die mensen dan teruggaan naar hun eigen tijd en inderdaad beseffen dat zij ook kattenkwaad hebben uitgehaald. En inderdaad sommige dingen denken van, ook beseffen dat ze misschien dingen hebben gedaan die eigenlijk toch geen kattenkwaad waren, maar toch wel erger dan dat. En dat ze dat in die tijd, door de ogen van een puber, weer in die tijd, eigenlijk zelf ook wel gewoon van, en pas nu realiseren dat het eigenlijk niet kon wat ze toen zelf gedaan hebben misschien. Ja. En dat verbindt, want dan kunnen ze zich identificeren met ze. Ja. 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 Nice. Ga je ook een interview doen met de bewoners? Een interview met de bewoners? Nee, dat laat ik aan de leerlingen over. Goed zo. De leerlingen.